Dames en heren, het is exact 8:00 en ik heet u van allen welkom bij deze raadsvergadering van 30 januari 2020. Ik zeg ook een welkom tegen de goed gevulde publieke tribune en ik ben zo voorzichtig om te zeggen dat ik ook verwacht dat er nog wel wat mensen vanuit thuis kijken. En we hebben de goede gewoonte om de mensen erop te wijzen dat op de website van de gemeente Gemert-Bakel de agenda van deze vergadering te zien is. Ik kan u melden dat er geen gebruik wordt gemaakt voor de mogelijkheid tot inspreken, dus ik wil u vragen een kort moment van stilte in acht te nemen. Daarmee open ik deze vergadering en zou ik graag samen met u de agenda willen vaststellen, waarbij ik als eerste wil opmerken dat er een verzoek is binnengekomen van de fractie van Lokale Realisten D66 om agenda punt 10, kredietvotering renovatie sporthal Molenbroek, te onthameren. Dat klopt. Dat betekent dat dat agendapunt naar agenda punt 16 van deze agenda gaat. Daar kunt u mee instemmen. Dan gaan we dat doen. Dan kijk ik rond alsof er nog meer opmerkingen zijn over de agenda. En ik zie dat de heer Bankers van de fractie Lokale Realisten D66 daarop wil reageren. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze motie wordt namens Lokale Realisten D66, VVD en Sociaal Gemert-Brakel ingediend. Kunt u al een tipje van de sluier oplichten waar die over gaat? De motie gaat over de wateroverlast woningen Schutsveld. Dank u wel. Ja, we hebben een goede gewoonte dat we dat met elkaar gewoon accepteren. Dat lijkt ook het geval. Dan hebben we nog een agendapunt 17. En dat zal gaan, motie vreemd aan de orde van de dag van de heer Bankers, aangaande de wateroverlast, noem ik hem even. Dan, als er geen andere opmerkingen zijn vanuit u over de agenda, dat is niet het geval, dan hebben we de agenda ook vastgesteld voor vanavond. Dan kan ik u melden dat er geen van uw collega's gebruik zal maken van het vragenrecht. En dan gaan wij over tot het moment van het trekken van de naam van de fractie, ook voor de mensen op de tribune, waar straks de beraadslagingen zullen aanvangen. Dat is voor mij een hoogtepunt, Stan, en de wetten dus. En het is geworden de heer Vogels van de fractie Lokale Realisten D66. We starten straks de beraadslagingen bij de fractie van de Lokale Realisten D66.